We hebben weer een hunting game voor jullie en dat betekent dat we moeten vluchten voor de mensen die ons zoeken in de GTA-wereld. En we doen dit in Meetix en dit loopt een beetje gek af. Maar het wordt wel close. We geven misschien te veel tips soms, of niet? Laat even weten in de comments of we te veel tips geven. Heb je nog ideeën hoe we het anders kunnen doen? Laat het ook even weten in de comments, hè. Alle tips zijn welkom. Doe het duimpje kaart omhoog. Heb je dat gedaan? Dankjewel. Enjoy de hunting game video. Even kijken, wij moeten gaan scrollen voor de hunting game. Dus de kleding. En jullie de auto's, jongens. Ja, dat wordt ook techno. Wij gaan dit ownen. Wij gaan dit echt open garderobben. Brindus, wil jij als eerst bij ons top zeggen voor onze kleding? Ja, dat doe ik. Ik heb geen fatsoenlijke kleding. Dit is verschrikkelijk. Ik geef het even tijd, hoor. Een beetje, ja, nee, natuurlijk. Dit kost CO2, hè. Doe nou niet. Oh, ja. Top. Ik geloof niet dat deze aan te raden is. Maar eentje naar onder. Eentje naar onder dan, zegt Brendus. Ah, nee. Welke haartje? Nice. Hij was een bouwvakker met een gele helm. Oh, hij had een boa-outfit. Oh. Wij niet naar buiten lopen, hè, want wij staan daar om de hoek. Oh ja, jullie zijn aan het scrollen? Ja. Oké, okay, zodra je mijn scheet hoort, moet je stoppen met scrollen, oké? Okay? Oh god. Jemig. Zo, die was echt... Ik heb nou een schepsuur in mijn onderbroek. Dat is echt niet best. Brendus, dankjewel. Oh, ja, sorry. Oh, ik heb een stinkscheet gehad. Gewoon naar het vliegveld. Oh, het stinkt hier echt. Ik heb de... Jongens, even heel simpel. We hebben natuurlijk een regel. Wij gaan naar het vliegveld toe. Als we op het vliegveld ergens in een hangar zitten, een van de hangars, dan is het helemaal pasta melitiliopi. Maar, wij hebben allebei wel een leven, Techno. Ja, gelukkig. Ja. Drie keer slaan. Dus drie keer slaan en dan ben je de man. En aanrijden? Nee, drie keer slaan. Nee, aanrijden is net wat anders dan drie keer slaan. Waar sta jij, Brandt? Dat is bij jou misschien wel hetzelfde, de toekomst, maar ik vind het wel gevaarlijk. Zullen we aftellen? Ja. Drie, twee... Techno, waar gaan we heen? Eén. Puntstuk van tussen... Drie, twee, één. Techno. Yo! Go! Ik ren wel die kant op, zo. Yo! Kijk, jullie rijden al, wat? Ja. Ah, dat meen je niet, jongens. Die jongens hebben alweer voorsprong. Even iets is gas los. Oh, Johan, dit gaat fout, hè? Ik ging even met poging. Brendus. Reclamebord bij de... Ja, bij de... Hey! Ik vind het nou alweer spannend. Brendus! Ja, Brendus, ik zie jou beneden rijden. Die man heeft een zware tag gehad. Met daarom ook rijden. Ja, ik ben ook naar de klote. Kom, Techno, we gaan een keer dit doen. Ik krijg door naar het AWB, jongens. Nou, dat is weer eens anders. Oh, lekker bij het AWB langskomen, dat is leuk. Ja, rijdt hij erheen? Oh, dat is Johan niet. Oh. Ja, ik kan jou niet ophalen. Ik moet zo snel mogelijk nu naar de AWB, anders ben ik naar de bal. Op zich hebben we wel een mooi outfitje, hè? Zullen we hier eens eventjes... Ja, dan mag ik ook nog een auto hebben. Mijn snelheidsmeter geeft maar twee getallen aan. We vallen niet op, dat scheelt. Ja, jawel, jawel, je moet iets draaien nog, denk ik. Ja? Oh shit, ik vlieg hem hier even door de lucht. Oh. Ja, perfect. Oké, nou even kijken, want dan komt er zometeen iemand wel ergens om de hoek rijden. Dan gaan we even, Casper spokken, spotten. Ja, witte auto heeft hij. Nee. Oh. Ja, niemand zegt wat, hè? Kom op, wie heeft die witte auto daar? Nee, maar dat is die rode dan. Ja, dat ben ik. Oh ja, er komt een rode auto aan. Een oranje. Zeg, zien. Was oranje, was dat? Sorry, ben kleuren doof. Ja, oh, niks zeggen hoor. We kunnen niks meer zeggen nu. Ik ben even eten pakken. Ja, dat is logisch. Ja, nee. Oh, er komt een rode auto die rijdt rechts af, slaat hij. Bam. Ik kan me van de vier zien. Oh, komt er nog een aan. Oh, pas op. Techno, pas op daar. Ja, ik... Pas nou op. Dit is levensgevaarlijk. Ik kan best die weg overlopen, dat lukt echt wel. Kom, we gaan... We zijn er, hè? Je moet even... Ja, precies. Ja, alleen ik hoop dat ik hier nog iets kan pakken. Ja, jawel, joh. Ja, natuurlijk. Ja, uit de gele cirkel. Gewoon pakken, joh. Kijk. Wel wat toekomst. Ja, kijk. Dat is wel eentje minder. Oh, mijn auto staat er blijkbaar dus nog wel. Wat? Daarom reageert hij dus niet op een witte auto. Ja, Johan? Dat was hij in die witte auto. Ja, hij had een witte auto. Hij reed daar wel leuk, hoor. Ik vond het wel leuk. Hey, wat een sfeer hier, hè, Techno? Ja, best wel. Leuk, zo. Goedenavond. Is dit een feestje? Ja, dit is, het lijkt wel een party. Oké, als we nou hier oversteken...
said some things to you. Ja, ik kom achter je aan hoor. Maar het is hier wel heel levensgevaarlijk. Gaan we daarheen? Dit is echt een gevaarlijke klapper hoor. Kun je beter hier tussendoor. Hier tussendoor. Hier, dit is niet heel hoog. Deurbel. Kijk, daar gaat de bel. Deurbel! Ja, hier kan het wel. Ja, hoppa, inderdaad. Perfect, jongen. Dit is perfect. Oh. Niemand weet waar we zijn. Master Tony! Hi door, my friend! Goedenavond, iedereen. En gamers, Casper. Wow, zo. Even bijna gepoft door een aardappel hier. Nou, dan moet ik weer even naar de bank. Kijk, nou lopen we wel echt in een keer een andere route, Techno. Een route die ik inderdaad nog niet vaker gezien heb, zeg maar. Nee, maar hier gaan zij ook nooit kijken natuurlijk. Nee. Want ze denken van, ja, dit, hier staat niemand. Nou, dan moet ik eerst naar de bank Waar lopen. Zijn jullie aan het zoeken, jongens? Ja, een beetje in de parkeerplaats, misschien een dingetje naar beneden, richting AWB, die kant op. Oké, ja, daar. Techno, je staat wel levensgevaarlijk, hè? Hoe heet dat? Living on the edge? Ja, nee, ja, nee, ja, 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 nee, ja. Oeh, jongens. Nou, we weten in ieder geval wat voor kleur auto's ze hebben, want ze hebben altijd op een of andere manier een rode auto. User joined your channel. En Toekomst heeft een witte auto, dus daar moeten we ook zeker voor oppassen. Dit ziet er gezellig uit. Hier kan ik... Ik ga hier even staan, hoor. Ah, dit is perfect. Ik zie ze lopen. Ja, dat zal wel. Nee, die draait wel heel apart, hè, zo die auto daar. Zag je dat? Die deed verdacht. Die deed heel verdacht. Ja. Ga je nog bukken? Wow, dat is de perfecte verstopplek waar jij zit, of niet? Ja, nogal. Holy ik was net aan het kijken, zo van, hey. Zo, ben ik weer. Wat weten we? Ik kan het zeggen. Oh! Ja. Nice! Weten we iets? Ja, tuurlijk weten we iets. Hey, waar zitten ze? Nemen we de bus, Brendus, of niet? Brendus? Ja, nemen we de bus of niet? Ja, oh shit, ik ben helemaal niet met Brendus, ik ben met Techno! Oh shit. Oh nee, wat verklap ik nou hier dom. Techno wist ik wel dat jij was. Je bedoelt bus van de AWB, of wat? Ja, tuurlijk. Ja, ik gaf je even een eentje, weet je wel. Ja, nee, weet je, zo ben ik. Ja, gewoon even een eentje, weet je wel. Ja, je weet nog niet welke auto ik rijd, dus ik geloof niet meer in bal. Mag Tess ons een lift geven? Tess is er niet. Ja, oh, Techno, je gaat nou wel gevaarlijke dingen zeggen. Jullie wel bij het AWB? Nee, wij zijn... Nee, dat doen we niet, Neoman. Dat gaat helemaal goed komen. Lol plus blol is... Hey, wat vind je van die Chinatown hier, Techno? Hoe vind je dat? Ik vind er wel sfeer en die kraampjes allemaal daar. Zullen we die filmen? Ja, dat op zich wel. Ja? Weet je, als we een stuk door kunnen lopen, kunnen we ja, ik ga wel doorlopen. Pakken. Even langs de oude AB. Huh? Dat is leuk. Kom van het dak af, zegt Alvin ook nog. Hey, Chinatown Roofs. Je weet zelf. Zo, komt even naar de auto. Zeg wat? Fijn dat we daar niet over staken. Nee, maar dan waren we echt kapot gegaan natuurlijk. Hè? Ik kom van het dak af hoor. Ja, dit is spanning en sensatie jongens, dat wil je niet weten. Hij gaat helemaal goed. Nee, nog steeds niemand hier joh, naar al die ins? Oh, ja, politie, pas op, rechts. Ik ga maar eens kijken. Ja, ik zit even Chinatown te zoeken hoor. Chinatown te zoeken? Wat is dit nou? Oh, ik denk dat ik nu crash kan. Ah, van me. Nee, dat zit ik helemaal niet, Neon. No, man. No, man, we're not in the ground, man. Het is gewoon feet on the ground, hè? Ja. Hoor je dat toetsenbordje van Johan? Nou, hij is wel druk bezig, hoor. Hij moet echt sensitief op TeamSpeak even instellen een keer. Ja, dat bedoel ik. Want als Johan praat, dan hoor ik jou praten. Hey, Toekomst, wat een dikke cabrio! Welke cabrio? Ja, weet ik veel. Ik zeg nog wat. Is mijn favoriete serie auto's. Hey, wacht even als je het over Toekomst hebt.
Komt een oude auto langs met een zwarte softcap. Waar rij je toekomst? Bij de Chinatown, zit bij het busstation. Oh! Hey, dat zijn nou precies de hints die wij hebben gegeven. Jij hebt toch geen, jij hebt toch geen zwart dak of wel? Oh, hey. Ja, zeker heeft hij. Ja, dat heb ik. Dan kan ik Rob en Raf halen. Ja. Kijk, die een Roy had. Oké, Techno, nou moeten we niet meer te veel zeggen, want nou wordt het warm onder de voeten. Ja, waarom staat die politie nog tegen bij ons? Nou, ja. Oh, hij gaat weg. Hij gaat weg. Nou, is dat... Er staat er nog één. Nee, is dat er nog één, ja, pas op. Oh joh, wat doet die gek? Die rijdt bijna tegen me aan, man. Wat een gek. Had wel af kunnen maken. En een beetje aan het dollen met de politie, joh. Ja, hij is aan het driften. Hé, hey, daar komt een gehaktbal langs. Gehaktbal. Waar ben jij toekomst dan? Bij de... Hé, hey, check die rode auto hier eens even aankomen. Is dat een Audi R8 of wat is dat? Welke heb je? Bij de busstation. Je weet toch wel die grote snelweg waar je net in de stad gaat rijden. Thanks voor je support, dat busstation. Bij het, bij het ziekenhuis daar. Ja, bij het oude ziekenhuis, ja. Oude ziekenhuis? Oh, jij. Nee, dat Chinatown straatje. Ja, die Chinatown. Hé, daar reed net een oude rode auto door. Ja. Een mooie Audi of zo. Hey, leuk. Hey. Okay. Sla even linksaf. Ja, goed zo. Nee, Audi, klop. Kom maar terug. Ja, daar komt Brendus aan, hoor, met zijn dikke Subaru. Zo! Wat een ding, hè, Brendus. Oh, oké. Okay. Nou, hij heeft wel een mooie staat auto. Op de hok. Ja, ik zie het vlammetje hoor, hé, hey, zegt Jelmer. Ja, ik ook. Ja, het vlammetje hier heet. Dat is echt warm. Maar Hugo, heb jij een rode Audi toevallig? Toevallig wel, ja. Okay. Heeft iemand in mijn binnenwinkel gekeken? Ja, rond Chinatown een beetje rondjes. Ja. Ja. Was de verwachting die kant op daar gaan? Al een paar minuten dus. Jo, pas op hoor, die motor die tegen je aankomt. Natuurlijk. Ja, dat is brandweer. En die motor die voor je langs reed dan, die voorspelde ik niet op tijd. Moet hier ergens bij dit kruispunt in de buurt zitten, joh. Pop, pop, pio. Neem de bus naar het vliegveld. Ja, dat zou ook kunnen natuurlijk. Maar joh, we doen rustig aan. Kijk, daar komt Brennus ook even. Die denkt, ga ik even kijken hier. Vol met die motor. Hey, wie heeft er een motor van jullie dan? Ja, ik heb. Nou, mooi ding, man. Wie heeft er dan die blauwe Subaru? Ik heb. Wat? Brandweer heeft een Subaru? Tjo! Wat een ding, hè? Hugo, misschien moet je even het ziekenhuis in gaan. Kijken of je nog een job kan doen. Ja, je kan er niet in, dus. Oké. Okay. Zal ik liever je auto even repareren? Hey, mooi, gaan jullie even bij elkaar staan, jongens. Jullie mogen niet met elkaar communiceren, hè? Blauwtje en motor. Nee, Team speak in dit, jongens. Blauwtje en motor. Ja, het blauwtje en motor staan bij elkaar. Ik zat net kijken. Ze zaken ze lopen bij Vinewood Boulevard. Oh, nou. Ze staan er erg slim. Ja, die rode auto is de weg kwijt. Ja, dat klopt. Parararam. Dit is zo nice, jongens. Hé, maar dan gaan ze wel richting het blokkenpark. Nee. Nee, die richting gaan wij niet uit. Komt er een auto voorbij, Brennus? 1, 2! Huppa! En door de bocht. Hé, hè? Zag je dat? Die zag hij zo eerder dan ons. Ja, die zag ik al vanaf daar. Hij snapte niks van. Hij denkt, hè? Hoe kan dit nou weer? Hij zag mij vanaf daar in één keer aankomen. Maar waar zit hij toch? Verstop. Zou het wel zo kunnen zijn dat we aan de andere kant van het blokkenpark zitten? Ja. Hé, hey, daar gaat hij met zijn motor, hoor. Nee, daar komt hij aan, hoor. Oh, remmen. Oh, snel een bochtje maken. Ho! Zo. Hij weer terug. Daar komt hij weer aan, hoor. Oh, harde paal. Oh, zo. Waar gaat hij heen, joh? Harde paal. Ha? De motor die reed bijna tegen die paal aan. Brandweer. Ja? Zometeen mij niet rammen, hè? Hoe is dikke witte auto daar links rechts afslaan. Boom. Nee, man, dankjewel. Geniale verstopplek. Ja, mooi, hè? Ja, kut. Mijn auto valt uit. Niemand weet waar wij zitten. Maar bij JT, mogen we daar lang binnen blijven staan? Ja, maar je kon jullie niet zien met het ziekenhuis, dus dat is een beetje jammer. Tuurlijk mag je daar binnen staan. Ja, maar mogen we daar lang binnen blijven staan? Als we nou hier het hekje overgaan, ja, zo. Heel goed. Daar klim je eroverheen. Dan is dat wel lachen. Ja. Dan gaan we... Ja. Nou, we kunnen dit paadje in, dit steegje in. Als we dit steegje in lopen,
Zie je die trap daar? Dan gaan we gewoon even daar kijken. Kijken hoe het daar is. Dan moeten we die weg over. Dat is wel een risico. Ja, dat zou kunnen. Doe het. Wat is dit nou weer dan? Wat? Ik sta hier in een plantenbak. Ik sta hey, dat hekje daarover? Daarover ik sta letterlijk in een plantenbak. Daarover het hekje heen. Ja, die politie moet ik vooruit kijken. Als je die reed me net bijna af. Ja, dan maar pas op. Die staat daar links nog te wachten. Zit hij nou op ons op te zoeken, die politie? Geen idee. Het lijkt hem wel. Heb je de bericht gedaan over ons? Als je hierin kan. Ik weet van niks. Ik niks. Ze zoeken ons zeker, of niet? Ja. Oh, dat gevoel heb ik niet. Want er zat net een agent die begon tegen ons te lullen. Dus zijn we weggerend. Kan er iemand eventjes meekomen zoeken in deze plantenbak voor de zekerheid? Nee, ik heb niks met agent gedaan, nee. Nee? Oké. Okay. Het is wel, er staan twee agenten zijn al naar ons op zoek. Dat is toch wel een beetje gekker. Hey! Kasper ook gedurfd. Hier staan ook twee politieauto's. Hey, oho. Nou ga je die polities nemen, hé. Wat dat hier? Ja, Techno, go. Weg. Ja. Hey, ik denk dat... Ik heb geen Honda, Kassen. Ik heb een Subaru. Rennen. Hier, daar. Hey, Techno, dat je hekje kan daar, hier, dat hekje, dat hekje. Kan je de ding in. Techno, ze komen net vanaf hier. Ja. Ik ren al. Kijk, als je hier ook staat, kan je wel alles zien loopt er van wat ze net konden zien. Ja, dus ik denk dat ze hier... Via dat hekje daar, via dat muurtje. Oh, sorry. Via dat muurtje. Jongens, ik zit te proberen te communiceren via dat muurtje, Techno. Ja, hier! Zie je het wel? Dan zie je ze. In de plantenbak zit hij. Ah, dat ben ik. Hij rent weg. Ja, waar rent hij weg? Jezus, twee slagen. Wat bij? Waar beneden of boven? Ja, goed hoor, jij hem al. Oké. Ze zaten hier in de plantenbak. Ik zit vast. Wel, hè? Oh, moet ik nog een keer slaan? Ja, je kunt door de plantenbak heen lopen. Ik ging hier door die plantenbak. Wat gebeurt hier nou? Ah, shit. Maar wij klommen wel via het muurtje, dacht ik, maar niet dus. Ik moest over het muurtje heen klimmen. Ja. Was dat niet het bankje? Ja. Nee. Oh. Ja, vreselijk weer dit. Oh, man. Je kunt ook nooit die jongens even tips geven, hè? Brandweer. Ja, kijk. Het werd brandweer te veel plantenbakken. Nou, Techno, waar zit je? Wij rennen wel even richting Blokkenpark. Ja, jongens, dan kunnen jullie ons zo weer zoeken. Ja, wij wachten hier wel even. Nieuw. Techno, waar ben je? Wacht, kan ik ook? Ja, ik ben... Waar ben je? Aanpakjes. Dit ligt aan het eind van de tunnel. Ja, maar we moeten samen zijn. Waar ben je nou? Kom maar aan. We doen even die koffiewinkel, spreken we even af. Jongens, ik heb van mijn auto een plantenbak gemaakt. Ja, dat is mooi hè, dat is echt gewoon een heel vaag plekje. Ja, dat wordt AWB. Daar kun je gewoon gaan zitten en schieten. Oh. En niemand die je kan vinden. Ja, behalve mensen die heks hebben natuurlijk. Ja, dat is waar. Techno, waar ben jij nou? Nou, daar ging een leven nou, André, ik ben, als jij rechts kijkt, dan... Loop je hier. Ja. Verder, Waar ben je dan? Hoe kun je mij zien? Hallo? Ja, verder? Loop jij daar bij die politie? Ja? Ja? Oh, jij loopt. Ik zie je. Hè? Oké. Okay. Mijn computer ging een blauw scherm. Oh, dat is goed. Gewoon negeren. Zo, wat een bouwlampen dit, joh. Zat hey, jongens, in, gaan jullie ons weer zoeken? Ja, mogen we. Ja. Mogen ja, alleen auto laten. We zijn al aan het rijden. Oké. Okay. Techno. We zijn de lul. Ja. Ik denk dat we maar één ding kunnen doen en dat is gewoon onze mond houden en hier gaan staan. Iets van bouwlamp, jongens. Ja, die grote M daar. Wacht, hier achter. Ja, of die flitslamp hier. Ja, dat is wel een beetje ver, maar... Ik denk dat ik toch maar moet gaan kijken om dingen op mijn F-schuif te gaan zetten. Varken. Ja, wat de conditie van een dikke aanbij! Ja, moet je even gaan zwemmen volgende keer, dan Oh, dit is echt totaal niet handig. Kijk wel uit, hè, op dat trappetje. Ja, echt. Loop voorzichtig. Heel voorzichtig lopen. Ja, dit is geen weg wel. Nee? Een politieauto is zijn wagen kwijt.
Waarom gaat hij alles weer opnieuw downloaden? Daar zouden we kunnen zitten. Ja, dat is wel mooi hè, Tony. Dat is jouw favoriete plek. Ja, zijn al die dingen onzichtbaar geworden, elke brandding? Ja, ik denk naar de overkant gewoon gaan. Ja, ik denk het ook. Ga jij eerst? Ja. Nice, you made it, man. Ja, dit is hem. Ja? Nou, zoek even een mooi veilig plekje daar zo. Maar wat had hij ook weer aan? Kleding. Gewoon ook zo'n beveiligers outfit. Zo'n geïnteresseerd outfit. Oh, kak. En ik weet eigenlijk niet wat Techno aan had. Ja. Oh, jij bent als Johan. That's me, baby. Ik heb het gevoel dat ik al te lang wacht. Hè? Ja, gewoon moet kunnen hierboven. Ja, kan ik rennen? Waar boven? Ja. Zo, ik ben er weer. Het is levensgevaarlijk. Maar zo'n voer? Ja, dat klopt. Nee, ik had even met AWB, ik had even een auto. Hij had even ruzie met de AWB. Ze hebben auto repareren. Waar zit iedereen? Ik ga het niet zeggen natuurlijk, hè. Ik zit bij het CBR in de buurt. Oh man. Ik denk niet dat hij de vijfhang dubbel er weer op gaat zetten. Ja, dat geeft niet, dat is gewoon een updateje. Hey Tony, dankjewel. En gotcha nail, man. Yeah, dat klopt. Maar we gaan door, the show must go on. No mercy, we gaan gewoon door. En daarom sta ik stil. Ik ben gewoon bang, oké? Okay? Yo, goedenavond, praat de auto, ik ben bang. Waar ben je? Hallo bang iedereen, voor? Crew en chat. Ja, ik ben bang voor jullie. En vooral voor jou. Voor niet te zijn. Gewoon een gevaarlijke vent. Voor ons, denk eraan. Voor ons hoef je toch niet bang te zijn? Nee, dat is ook weer waar, je hebt gelijk. Hele aardige jongens. Maar je bent gewoon je portemonnee vergeten, die wil we even brengen. Ja, ja. Oké. Okay. Oh, in dat geval. Ja. Oude AB. Hey, Kevin. Ja, dag je goed. Alweer? Ja, dat gaf je net ook al eens hint. Nee, het ziekenhuis zei ik net. Oh, dat bedoelde ik het ziekenhuis net. Ja. Oh. Zijn ze terug naar de zoutstrijk gegaan? Dat zou wel wat zijn, dat wij daar gewoon weer in. Dat zou wel geinig zijn. Nee, maar dat zouden wij nooit doen, toekomst. Nou, degene die het bosje weet, of de plantsoen, ga er maar even heen voor de zekerheid. Oh, nee. Oh ja. Techno, we gaan even. Jongens, dat hadden we niet afgesproken. Hoe? Nou. Het is hier altijd rustig, ik kom eraan. Ja. En let op. Ik ben er zo heen rijden. Waar zit je, Techno? Jullie hebben gewoon mijn auto. Links. Oh, kut! Links? Je hebt mijn auto hier genomen. Daar boven op die berg, daar is... Hela, dankjewel Alvin. Voor het afstapje. Oh. Nee, die plantenbak hier, toekomst. Hier, kijk. Au, had jij die ook? Ja. Oké. Nou ja, is dit afstapje wel goed? Dan kun je inderdaad daar dat holletje op. Ja. Ja, ik weet ook niet of we hier moeten blijven, want we kunnen beter nu gewoon door. Ja. Denk je niet? Ja, ik ben uitgeschakeld nu, dus... Yo, ik kan hier niet eens... Wat is dit nou? Wow, ik zie het! Ik zie in de verte wat Bren dus niet wil horen. Het vlammetje. Jongens, ga eens uit door de stinkvlammetje. Wat je vaak gezegd. Ben jij de keuken aan het verbouwen? Kai, wat? De keuken aan het verbouwen? Ik snap er helemaal niks van. Weet je wat ik ga doen, Techno? Mm-hmm. Laten we... Kun jij de andere kant ergens... Er is volgens mij nog zo'n... Ja. Nog zo'n? Ik ga die kant op. Ja, een muurtje. Ja, ik ga niet zeggen wat voor muur. Nog zo'n muur.
Nog zo'n muur. Nog zo'n muur. Ja, zijn muren genoeg in de stad. Ja. Oké. Techno, ik ga gewoon mij opofferen nu. Weet je, het kan zijn dat dit mijn leven kost, maar ik ga jou helpen. Dat is de laatste leven dan ook, hè? Pas op dan. Nou ja, het is leuk bij het HB. Maar hoeveel klap heeft Techno eigenlijk van ons gehad? Ja, van mij maar eentje. Ja, die is volgens mij nog weggekomen ook, hè? Ja, want brandweer die ging erachteraan. Ging erachteraan, nee, natuurlijk. Nee, ik ging volgens mij achter Komo aan. Nee, Komo die bleef liggen. Die bleef ik slaan en schuppen. Toen hoorde ik op een gegeven moment van, ja, nou is zo genoeg hoor. Ja, ik lag daar. Ik was bij de eerste klap knock-out. Ik denk, nou ja, laat maar, dit was het dan. Ik ben gewoon sterk. Hoe sterk ja, dat is waar. Jij bent wel sterk. Jij bent niet heel sterk. Ik kan niet zien hoe sterk ik ben. Oh jawel. Ja, 2 centimeter. Ik heb 11% kracht. Nou, perfect. Nou, dat was niet te merken. Ik heb 100% kracht. Oh, ik heb goed beuken. Ik heb 91,3. Dus... Ik heb 31. Ik heb 0. Zo. Ik heb 0. 0 kracht. Dus dat zegt wel genoeg. Over hoe superstar ik ben. Hé, maar ik ben bij het vlammetje, jongens. En als uit het vlammetje. Ik zie een donut. En een rood bord. Oh, hij is gewoon... Doordat mijn computer haakt, heeft hij gewoon heel 5M eraf gebeurd. Kijk eens, je 5M wordt nu gerepareerd bij het opnieuw opstarten. Ik ga maar even kijken wat hij doet op mijn C-schijf, want op mijn F-schijf... Daar hebben we Hugo hoor, bij het bord! C-schijf. Ja hoor! Ja, hij is er! Hij is er hoor! Kromo, waar je bent, kunnen ze jou vinden? Ja, tuurlijk. Kunnen ze me vinden, natuurlijk. Overal. Ja. Dat is een sterk kind wel, waar je bent kun je vinden. Ja, het is krachtig. Hugo, kom nou eens terug naar het bord. Waar ben je nou weer? Donut ook weer. Bord. Ja, waar je net was bij de donut. Ik zie hey Hugo! Leuk dat je er bent, man. Waar sta je? Dennis in de buurt. Ja, gezellig! Oh, wat leuk, Hugo. Bij Dennis in de buurt. Bij Benny's in de buurt, bitch. De buurt, bitch. Benny in de buurt, bitch. Hey, dankjewel. Ja, als je zeg maar richting het tankstation gaat. Op straat staan. Nou, ik zei toch dat we het vlammetje zagen. Hij staat onder de snelweg, sta je. Ja. Ook dat. Nee, hij staat niet onder de snelweg. Hij staat bij de donut. Voorbij de Chinese car die er nog. Hey, wie staat er nou naast? Is dat Casper? Casper, wat mooi waar heb jij zeg. Kom een ding, jongen. Zijn jullie helemaal beneden dan? Wij staan daar bij die straat waar je normaal bij Benny's erin gaat. Ik ga even zoeken. Ja. Oh, okay. Ik heb het vermoeden. Lino! Ik heb het vermoeden dat ze van deze kant komen. Want, aan deze kant zitten, zeg maar. Want ze dachten dat ik onder de brug zat. En vanuit dit perspectief kan je dat inderdaad denken. Ja, maar als hun dat bord van die donut zien, dan zouden ze van de andere kant toch krijgen. Waar zijn die donut dan? Ze kunnen weten dat bord daar zit. Daar bord van die donut? Ja, die staat hier. Ja, in dat geval dat ze hier moet zitten. Maar dan zouden ze niet denken dat ik onder de brug stond. Want ik stond waar jij stond. Waar ik stond? Ja, we kunnen ze niet daar... Oh nee, waar jij niet staat. Ja, we kunnen ze niet daar bij zo'n kraan zitten. Ik stond zeg maar hier en toen zei Techno van ja, hij staat onder de brug. Dus als we weer eenzaam. Daar links nee, ik zitten, zei dan... van, sta je onder een brug? Dat je richting Benny zei. Ja, dan kan je beter hier gaan zoeken. Dan staat het misschien bij het skatebaantje of zo. We kunnen dus niet ergens plat op een dak liggen of zo. Ja, dat kan. Ja, of dat skatebaantje hier. Kan ook. Ja, want daar kun je het ook van zien, zeg maar. Kijk, daarboven kun je snel weg. Ja, tegenover het vlammetje plat liggen, dat klopt. Is heel goed mogelijk, ja. Ik ga even op een dak kieken. Dan blijf ik hier wel even staan voor dat soort het geval dat ze eraf springen. Ja, dat kan. Zo. Di-di-di-di-di-di-dum. Nou, als ik kijk op mijn auto dan... Ja, man.
Hoe is het daar op het dak, Hugo? Mooi bord staat er ook bij, hè? Ik zit niet meer op het dak. Oh. Heb je dat niet gezien? Nee. Ik wou gewoon wat zeggen, weet je wel. Ja, ja. Precies. Ja. Beetje gewoon romantisch dingen delen. Even kijken hoor, jongens. Wat is slim en wat is wijze? Techno, ben jij dan verder gegaan? Ik ben inderdaad al verder gegaan, ja. Oké, okay, dan kom ik eventjes met een omweggetje richting jou. Hoezo met een omweggetje? Nou, gewoon. Soms moet je toch een ommetje maken in het leven. Nee, je kan gewoon rechtstreeks naar hem toe. Dat kan inderdaad, tuurlijk. Alles is mogelijk, tuurlijk. Zeker. Ik zou dat gewoon doen ook. Dat is sneller, hè? Ja, maar of het slimmer is. Ja, je hebt, want staat er een of andere blauwe spouw naar te kieken? Nee. Nee, zeker niet. Nee, die is ver te zoeken. Hugo, zat je op het dak? Ik zit nu op een dak, ja. Bij die rimpaint? Nee, bij die nightclub. Wat? Ja, maakt niet uit. Ja, ik weet waar het dak staat. Ik ga hem gewoon op. Want vanaf hier kun je precies dat bord zien. Goedendag meneer. Wat staat op het dak bij de rimpaint? Weet je bij de... Ja, ik hou niet zo van rimmen. Ja, iemand zit op de rimpaint en ik weet niet wie daar staat. Kasper staat hier. Ik weet niet wat er op het gebouw staat. Van ons staat niemand... Ik sta niet op het dak. Bij de Benny's in de buurt. Staat tegenover Benny's op het dak. Zie je mij aan de overkant staan? Ik sta bij de stripclub kant, als je toe kijkt. Vanaf hier niet, maar... Als je achter kijkt. Ja, waarom moet ik daar dan mee lopen? Zie je mij daar staan of? Ja, weet ik veel, dat doet er toch niet toe. Jongen, dat helpt ook. Ik zie jou niet in je staan. Jij is bestaan bij de stripclub, Toekomst. Ja, niet bij de stripclub. Ik sta aan de overkant van dat gebouw, zo te zeggen. Als je naar de stripclub heen kijkt, sta ik op een van dat zo'n blokjes. Ben jij bij die grote banden of nog eerder? Bij de grote banden ben ik wel, ja. Als goed zou je mijn confet uit mijn tussen die weetjes zien. Oh, dat nog donker wordt ook. Bij de rimpaint staat daar iemand van die lichtgroene gebouw. Welke kleren heeft die vent aan? Zwart. Ik weet niet, een vet is best moeilijk te zien, maar het is gewoon zwart. Dat lichtgroene gebouw. Oh ja, de rimpaint. Ja, ik zie hier de auto van Hugo staan. Dus. Ja. Oké. Okay. Waar zijn jullie ongeveer allemaal dan? Rond de Chinese car dealer daar. Ja, dat is een mooie plek, waar zitten jullie dan, Toekomst en... Ik wil ook mijn plek wel zeggen, joh. Ja? Ja, gewoon bij zo'n locatie. Wat voor locatie? Dat een beetje meer waarderen, hè? Gewoon een mooie locatie, hoor. Dat ik wel echt denk van, fijn. Het is helemaal zaad, dit! Ja, gewoon het zaad. Alles loopt dood en is bagger. Oh. En overal waar ik heen ga, dat... Auw. Ik moet nu weer zien bij dat bord. Ik moet even drinken hoor, wacht even. Je is wel pak niet dat ook niet weten. Ik ben mijn koffie heb ik niet. Ik heb geen burger? Oh jawel, ik wou net zeggen. Hier, kijk eens even aan. Ja, die burger die kan ik wel gebruiken hoor. Je hebt een flesje aan je mond. Oh. Ja. Wat? CIM? Ja. Dat meen je niet. Hoe is het daar? Hé, hey, Hugo. Oh. Wat? Ik kom eraan hoor, ik moet echt even een omweggetje pakken. Hoezo? Dat is helemaal nergens voor nodig. Dus het kost allemaal CO2 en moeite, hè? Dat is conditie. Ik moet conditie trainen, dat is belangrijk. Ik loop gewoon op grote weg, dat is lekker makkelijk. Je kunt best op het strand doen, naar een fiets huren en dan wat rond fietsen. Gaat het het snelst? Dat is goed, dan doe ik dat. Nee, snelst gaat het duikertje op, even onder water zwemmen. Ja. Oh. Ja. Ik wil gewoon even op het strand, dat is leuk. Ik heb hier last van een knipperlicht. Het is overdag. Oh, ik heb last van meerdere knipperlichten. Ja. Vet uit! Mooie blokken. Ja, zeker.
Wat bedoel je daar nou mee, Tony? Hey, vette huts, dankjewel voor de support, man. Goed. Welkom bij de stream. Daar nou voorbij klotsen dan. Ja, dat treinspoor, dat tramspoor zit hier ook niet. Mooie. Maar iets met blokken, kunnen ze vanaf daar dan nog blokken zien? Vanaf? Nou ja, waar ze zitten. Tony zei iets met blokken. Ja, Tony laat mij niet in de steek. Toch, Tony? Ja, ik zie het niet, maar... Hé, hey, wat moet je? Wat moet je? Bok op! Hé, ja. Hey, bok eens op, joh! Staan blijven. Hé, bok op! Meneer, kom even terug. Goed zo. Hé, hey, ze zoeken mij. Hé! Hey. Wegwezen! Jongens, kennen jullie dat strandje bij die mechanic? Nee, ik kan niet, ik ben bezig, jongens. Ja. Bij het vliegveld? Ik ben bezig. Met een geel helpje en een groen pakje. Waarmee ben je bezig dan? Ik ben bezig met de vlucht. Ik ben op de vlucht. Ja, nee, maar niet meer, want je bent wel serieus. Ja, ik ben serieus op de vlucht, jongens. Ja, wij zijn ook op de vlucht dadelijk. Oh, dat is niet best. Jullie zijn de McDonald's boy. Ik pas wel bij jullie, moet ik heel eerlijk bekennen. Ja, klopt. Daarom hebben we je hulp nodig eigenlijk. Ja, maar ik ben even letterlijk midden in iets nu. Oh, maar we hebben jou ook nodig. Ja, dan moet je me straks even... Bij het strand, roepen. Bij die tjoeshop. Het probleem is, wij mogen allemaal niet... Ja, maar ik zit midden in een vlucht. Maar we zijn met allemaal dikke mensen. Maar wij mogen allemaal niet op hier. Ja, dat vind ik hartstikke leuk, maar ik moet even vluchten. Hey, wacht maar. Ja, maar wij moeten ook zo lekker vluchten. Wacht even, ik ga wel naar beneden. Ja, ik kom straks vluchten voor jullie. Op die brug? Nee, ik helpen. Ja, ik weet precies. Oké, wacht, jongens, ik heb een plan. Kom met mij mee. Wat zit je te doen? Wat dan? Kom met mij mee dan. Ja, help me, ga mee vluchten met mij. Oh, dus je moet ook iemand dood doen, meneer. Ja, moet er over. Ja, dan moet je mij niet hebben. Ik ben veel te dik. Ja, wij ook. Kijk, ik pas niet door de deur. Deze man is ook hostage, meneer. Waarom ben je hostage? Ja, jullie willen wel. Jullie moeten hostage. Wil je hostage genomen? Dat kan niet nu, jongens. Ik zit serieus midden in een ding. Ja, maar dat is wel... Kom even met me mee dan. Dan kun je zo meteen mijn hostage nemen. Wat? Oh mijn god, jongen. Ja, nee. Oh mijn god. Rennen, jongen. Rennen voor je leven. Als jij nou even met mij meegaat, jongens, dan komt alles goed. Wat moeten we doen? Ja, ik ben op de vlucht voor gasten die mij zoeken. Rennen voor je leven. Hij is boven, jongen. Maar weet je wat we ook kunnen doen? Je kan er gewoon in die overval. Kunnen ze jou ook niet pakken. Oh, wacht. Jongens, als jullie nou... De rijdt daar een rode Audi. Als jullie nou die gasten pakken, want die moeten mij vinden. Die rijdt ergens bij de arena. Ik zal hem lokken naar de arena. Ja, dat is Wander. Maar hij noemt zichzelf Hugo in-game. Oké. Dus pak die guy. En er rijdt ook nog een oranje Porsche Cayenne met neonlichten. Die kun je ook pakken. Want die gasten zoeken mij. Ja, maar we hebben een hamer. Ja, daarom. Dan kun je ze toch pakken? Ja, maar niet in een auto. Ja, tuurlijk wel. Dan moet hij uitstappen. Jullie pakken weer een dikke, slome vent hier op straat loopt te rennen. Dat is toch oneerlijk, man. Ja, dat is juist makkelijk. Ja, dat is wel waar. Daar heb je wel een punt. Nee, als jullie nou die gasten pakken, wij doen een soort jachtseizoen, dus dat is even lastig. Ja, maar dat is toch makkelijk als je in de ja, maar kijk, hij is denk ik even bezig zitten? Met een... Ja, we zitten maar als je nou die jongens pakt, dan helpen jullie mij en dan heb je een hostage. Dus dan hebben we een win-win situatie. Ja, of we pakken jou en hun. Ja, dan mag je mij daarna weer pakken. Die heeft net geschoten. Ja, dat is levensgevaarlijk. Ja. Nee, dat maar is leuk. Hoe zagen ze eruit dan? Ja, oranje Porsche, Panamera en een rode Audi RS5. Dus die kun je eigenlijk niet missen. Oké, die gaan we... Oké, kom. En jongens, een blauwe Subaru. Een blauwe Subaru. Jij hebt ons niet gezien, hè? Ik heb jullie niet gezien. Ik weet van niks. Oké. Kunnen we ze ook niet gewoon helemaal kapot beuken en dan moeten ze wel. Ja, nee, kom. Meneer, jij bent te beginnen. Kom, jij snapt ja, het probeer het op. Doe op je eigen manier. Kom, van mij heb je de toestemming. Hij is ook hostage, hè. Hij is gewoon een hostage. Ja. Hij is wel een goede hostage. Hij helpt mee. Ja, maar kom. Hij past erbij. Hostage, nou, okay. Kom even mee. Maar wij dachten, we zijn met allemaal dikker, dus we pakken jou even. Want jij bent ja, nee, dik. Dat snap ik. Ja, je mag me straks pakken. Zijn echt waar, in mijn reet alles, joh. Ik vind het lekker. Oké, maar pak die rode Audi, kom op. Let's go, jongens. Kom. Ik lok ze naar de arena, ja? In de buurt van de arena. Arena? Oké. Ja, arena. Bij stadion bedoel je? Ja, arena stadion daar, ja. Oké. Ga jij helpen, tot... man. Yo, hè. Ja, top, dankjewel. Hey. Oké, ben ik weer. Ik moest me even onderuit lullen, want ze wilden mijn hostage nemen.
Maar ja, ondertussen ben ik okay. Eerst gepakt. Nee, dat is jammer. Ik kom proberen dat jullie die gasten waren. Waar zitten wat, jullie nu eigenlijk? Wat zei je? Ja, ik ga nu naar Arena. Nee, wacht. Dat moet ik niet tegen jou vertellen. Kom maar. Techno. Oh, ik ben strandjongen. We moeten even oppassen, want Arena is niet echt handig. Nee, ja, dat, daar was ik ook wel achter. Zeker aangezien ik al gepakt ben. Wow, ben je al gepakt? Ja. Ik ben doodgereden. Waar ben je? Bij de Arena. Ik ben doodgereden. Waar ben je gepakt? Die gasten die bij die tunnels, bij die sewers, zeg maar, bij de water, daar hebben we gepakt. Oh ja. Ik weet niet wat die gasten nou willen, Johan, maar. Johan. Oh, ik, ja, weet niet. We hadden bijna elke winkel afgegaan. Om Johan, zou je mij toevallig kunnen helpen? 408. Waar rijden jullie nou ergens? Wij rijden niet, we zijn er van dracht. Dank u. Nou, waar? Bij de kleine haven in de buurt, met al die helikopters. En dan op de weg. Ja, richting het vliegveld, naar die tune shop. Yo. Maar je bent geen hostage dan? Nee, ik ben geen hostage genomen, gelukkig. Ah, helaas. Ik kon me er net onderuit lullen. Dat had wat makkelijker geweest voor ons, dat we even alle winkels afgegaan. Ja. Oh ja, slim ja. Ja, nee. Ik was al mensen maar, aan het ondervragen. Ben je bij de Arena, Techno? Ja, bijna. Meeten we daar? Oké, we meeten daar ongeveer. Je weet welke plek ik bedoel. Ik ben even mijn... mezelf aan het oplappen, zeg maar. Aangezien ik net... ja. Nee, dat is geen plekje, nodig iemand ik. Mij omver rijden, zeg maar. Ja, dat zullen we net zien. Als je medische hulp nodig hebt, kun je ook bij mij zijn, natuurlijk. Ja, ik heb medische hulp nodig eigenlijk. Ja, nou, kom zeg maar. Mijn beeld te knippen rood. Oei, ja, als je te lang doorloopt, dan is het op een gegeven moment gewoon een legje op de grond. Ja. Hugo, kunnen we heel even afspreken? Maar ik kan niet, wacht even, wat is jij die dan? Doe maar. 496. 496, Astu. Oh ja, thanks. Oh, had je een bloeding? Ja, dat kan ik links niet verhelpen. Jasper. Oh, oké. Okay. Ja, ik had als je achter mij gaat staan, dat het niet heel veel doet natuurlijk. Als we zoeken. Maar ik ben bij de Arena. Jullie ook, jongens? Nee. Ja. Hey, Kai. Dankjewel voor de 300 scheidbits. Heerlijk. Dat geluid. Heeft er iemand van jullie ook een witte SUV? Nee. Nee, ik rij op iets wat verger van een SUV is. Mag mijn kleur wel weten. Ik rij een blauwe wagen. Oh ja. Oh, die Subaru. Nee. Een mooie Subaru. Geen Subaru. Oh. Brandweer, rij jij op een motor? Die rijdt er dan in die Subaru. Kom, hoeveel hamburgers van de McDonald's heb je op? Je bent drie keer zo dik als mij. Ja, we vreten gewoon lekker door. Ik dacht, als ik veel eet, dan gaat mijn bloeding wel stoppen. Want dan verslip je aderen dicht, weet je wel. Maar dat werkt dus niet zo. Maar, jongens. Ja. Zijn jullie bij de Arena? Ja. Nou, ik zag die McDonald's boys weer rijden. Niet op letten, joh. Die hebben mensen nodig. Zou ik ook doen als ik... Ja, maar dit is wel in de buurt geweest. Ja, maar ze zitten ook echt op een scooter. Dus, McDonald's boys? Wie zijn dat? Ah, dat heb je net zelf gezegd. Oh, zo. Jullie zien McDonald's boys rijden. Dan gaan het dieper in, dus lastig. Yo. Waar rijden jullie dan allemaal, joh? Zeker. Ja. Ja, jij was net bij mij, brandweer. Heb jij toevallig net een of andere vent gezien in een groen outfit met een rare helm op met een rood scherm voor zijn gezicht? Een scherm voor zijn gezicht. Hé, je mag niet vragen aan anderen, dat is meta. Nee, dat is juist geen meta. Ja, maar wel, eigenlijk wel. Ja, maar zij kunnen natuurlijk alles doen wat ze willen. Ja, oké. Okay. Dan verklappen ze het voor mij. Maar meneer, zult u niet die scooter verkopen en gaan lopen? Oh, ik moet nog een scooter kopen. Wat voor scooter rijdt hij? Ja, die kun je gewoon ratten. Nee, ik wil u bent nogal mollig, zeg maar. Het is misschien verstandiger als u wel gaat lopen. Ja, wat is er mis met mollige mensen? Dit is meteen weer zo'n belediging. Vraag is die ook dik? Wacht even. Vraag of die Bassie heet. Heet jij Bassie? Ah, oh, jij heet geen Bassie. Nee, dan is het een andere. Nee, maar ik heb wel iemand die al interesse heeft in je scooter.
Nee, ik wil geen Vespa. Oh, ik heb geen iemand die interesse heeft in je scooter. Nou ja, een tientje willen we wel hebben, daar niet van. Maar wij gaan maar even zoeken. Er is iemand uit mijn kelder ontsnapt, die ben ik terug aan het zoeken. Heeft er ook iemand een zwarte Audi dan? Nee. Ja, die moet ik vinden voordat de politie hem vindt, want anders word ik flink aangeklaagd. Daar hou ik niet zo van. Ja, er rijdt ook een zwarte escort heel de tijd rond. Waar ben jij, Techno, nu? Sorry, wat zei je? Ik ben lokker. Motor voorbij knallen, jongen. Ja, ik heb vooral veel snoepjes in mijn kofferbak liggen. Maar dat mag niemand weten. Hey Kai, ik ben richting Veen. Maar bedankt in ieder geval. Ik ga weer zoeken. Richting de Veengarage. Veengarage? Ja, zeker. Ja, ik ben bij de jachthaven. Oké. Hey Johan? Ja? Die escort die kwam net van die straat daar vandaan. We hadden het over die escort. Ja. Hey, we hadden het daar niet kwamen over een vandaan. Escort. Nou, dat is voor Mark. Ja, we hadden hem gewoon besteld voor Mark. Die had mij net doodgereden. Ja jongen, laat mij gewoon voor die escort die kwam net hier vandaan. Zullen ze dan niet hier binnen zitten? Ja, dat kan. Waar zitten we binnen, Techno? Help! Ja, ik heb geen idee waar die binnen zit. Ik loop buiten, dus... Oh, kijk. Ik loop keihard door nu. Een brandweer rijdt op de snelweg. Ja, maar ja, die is sowieso al te snel. Ja, dat is waar. Brandweer is echt wel snel. Brandweer, hij is groen hoor. Je kunt gaan. Ja, goed zo. Maar dus geen je hebt de snelweg, brandweer. Ik rijd bij de haven. Bij die met die helikopters. Ja. Ga dus. Ja. Stop eens. Wat doe jij nou weer? Mijn auto is een week in de water, dus... Ah. Maar alsjeblieft niet toe. Ja, doe maar even een keer om met je brandweer. Zo. Ja joh. Wacht, rij dan maar weer door. Hier af. Ja. Vol gas brandweer. Gas op die lolly. Ik zei nog, doe nou geen bommetje. Nou, dat doe ik ook niet. Want we pas op dat niet water inrijden. Ja, hij ziet me wel. Waar sta jij precies, brandweer? Op de haven? Ja, want, bij die helikopters? Ja, parkeerplaats haventje. Waar je de auto's kunt pakken. Hier een boot. Anne? Die komt naar de haven toe. Ja, kijk uit dat je buik niet... Ja, nee, ja, Jelmer! Doe nou niet zo lullig! Lino! Wat? Ik heb een boot. Kijk uit dat je buik niet, zei hij. Wat voor boot? Hele dikke boot. Heb je de bosjes al gecontroleerd hier, brandweer? Ja, alleen langs gereden. Nee, doe het niet, brandweer, doe het niet. Doe het niet, zei buurman Mol. Doe het niet, zei buurman Mol. Hij deed het toch. Nou, Techno, ik heb alles voor je afgeleid. Ik gok dat ze nu op de haven zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Rennen. Oh. nou jongens, nee. Loopt iemand op het dak bij die heli's? Ja, ik hè. Nee. Oh. Wat ben jij? Wie is dit dan? Brandweer, gaan we gewoon door, brandweer. Gaan we gewoon door, brandweer, joh. Hey. Brandweer, kom op. Dat is niet een nieuwe zoeken. Oh! Hey, brandweer, ga. Oh nee, brandweer, rij me niet aan. Oh nee, brandweer, pas nou op. Praat maar met me, brandweer. Ik ben het. Ja, dat ben je niet. Brandweer, ik ben het. Praat maar met me dan nu. Ja, hij ziet ons niet, dus het is volgens mij een compleet loophoek. Let's go, Tony! Tony! Ja, ze maar al bij de garage. Naast vet blijft drijven. Ah, dat meen je toch niet? Dit is in het water. Hij kan met niet zijn vet blijven drijven. Je
Ik kan niet te lang in de water zitten, dat kan ik wel zeggen. Thank you. Yo. Maar ik kan niet te lang in de water blijven, want je hebt maar een paar seconden dan ga je dood. Ja, wat voor outfit heb ik aan dan? Ja, onder water wel, ja. Ja. Maar ja, het water is groot, hè? Mijn conditie is goed. Ja, maar we zien toch niet een gele helm, of niet? Chromo heeft geen gele helm op, hè? Nee, dat was... Dat is techno. Ja. Ik ben helemaal in het zwart gekleed. Kut. Nee. Jullie... Dankjewel Marcosio, super bedankt voor je support, man. Of dit is wel zeggen, die heeft allemaal stem op. Maar hij rent in één keer zo hard, hè. Waar? Wat is je nou dan? Ja, maar waar ben jij brood weer? Ja, de haven. Hoppa! Lekker zwemmen! Ja, welke haven? Kleine. Oh, ja, we zwemmen aan de overkant. Brandweer! Kasper, zeg even. Go! Ik ben het niet. Hij heeft weer een stem opgezet. Gaat hij dan weer naar dezelfde stem opgepakt hebben? Ik ben het niet. Go! De lift. Rennen. Marcosio, thank you so much. Magnaatje in de chat. Ik lig niet in het water. Ah, kakdingen. Waarom kan ik hier niet opklimmen, man? Oké. Ik ga zwemmen. Bij die tilkraan. Go. Klimmen, jongen. Wat een kakzooi. Gassen. Hey, Hugo, blijf even weg. Nee, Hugo, kom op. Nee, niet doen. Nee, kom op. Hugo, doe het niet. Nee. Nee, kom dan, jongen. Ja, maar hij heeft een andere stem. Hij rent er gewoon in één keer. Hij zit hier, jongens. Dankjewel. Ik ben hier nergens, ik ben hier nergens. Dat was Chromo niet. Ja, gewoon een techno. Ja? Wat is er? Of slaan we gewoon echt heel iemand anders om? Jullie zitten achter de verkeerde. Hij zit hier, jongens. We zitten hier allebei. Nee hoor, ik ben er niet. Echt niet. We zitten hier allebei. Jongens, jullie weten toch hoe mijn outfit eruit ziet? Ja. Nee. Nou, die waardetransport outfit, groen. Waardetransport out, en die gozer is zwart gekleed. Hoe weet je dat die zwart gekleed is? Ja, omdat ik ernaast stond. Ik zit niet te zwemmen. Ja, je zit er toch? Van de zon kan je niet, hè? Nee, dat zeker niet, Jelmer. Hey, Marcosio, dankjewel. Oh. Hey, brandweer. Ja? Zit jij nou op een motor? Ja? Moet je dan niet met die jongen even mee? Kun je niet samen een motorgang? Ja, kun je niet gewoon samen even gezellig? Ik heb daar wel even alle bosjes, jongens. Ja, ik sta mee in het begin, dan moet hij hier ergens naast me liggen. Ja, dan moet je even in de bosjes kijken, er staan nog ergens bosjes. Houd nog van bosjes, hè? En controleer ze 4 keer, want ze liggen natuurlijk, dus hij lokt niet altijd. Ik zal... Ja, daar... Er springt er in één keer eentje. Hey, au! Er rent er eentje weg hier. Maar het is ja, wel maar... heel iemand anders. Oh. Kill shirt, helemaal dik gekleed. Hij rent in één keer weg dat ik de motor af kan. We hadden net ook hallo? Al over vet en zo. Heeft je kleren niet gewisseld dan? Denk zo. Hallo? Hey! Hallo? Ja, dat is... Het is gewoon wel van... Hij mute zich eigen. Het kan niet anders. Er is een andere. Wat is er? Brandwit, dat is iemand anders. Ik ben gekleed, Brandwit. Brandwit, dat is iemand anders. Ja, dat is hem wel. Wat hem. Waar ben jij? Achter in mijn auto. Wacht maar even. Hij zit achter in mijn auto, jongens. Ben ik niet hoor, jongens. Even serieus. Ik ben dat niet. Nee, toevallig dat ik praat, gaat jouw mic op... Ja, nee, klopt. Trine kwam even binnen bij mij. Dag meneer. Maar daar ben ik in ieder geval niet. Ik ben kapot. Maar er is nog steeds een dikke vent bij mij achterin. Ja, dat ben ik niet. Dus dat is, ik zal dat je vast zeggen in ieder geval. Tony, dankjewel voor de bits. Dat is Chromo niet. Nee, dat klopt. Jawel, want Chromo heeft toch die support ding. Hij kan toch zijn poppetje aanpassen? Ja, dat kan niet, maar je moet weer zijn stem worden. Kun je iedereen vast van de bek slaan? En hij staat aan de andere kant. Hij is het wel hoor, jongens. Hallo meneer. Microfoon. Kijk, Het is een. Goedemorgen, ik ben open! Mijn auto.
TeamSpeak gaat gelijk weer. Ik ben niet de reddingsbezoek! Het is hem! Ja, doei! Doei! Dan ben ik niet, jongens! Ik moet even knipperen! Ik moet even knipperen, jongens! Jongens, wat zitten jullie te schreeuwen? Ik moet heel even. Schiet maar door zijn kop! Kom er maar uit! Schiet door zijn kop! Kan jij hem niet vooruit halen? Kom er maar uit! Nee, dat is misbruik maken van je ding, dat kan niet hoor. Kom er maar uit, je bent er gewoon mot of niet, hij kan het, hij heeft geen nee dingen. Wacht even, kijk. Nee, dat mag niet, je mag niet je menu gebruiken. Nee, oh! Auw! Wacht, jongens, dit kan niet. Laat me even zitten. Hey, techno loopt al door, hè? Het maakt niet uit. Oh, hem. Boeien. Ik ben jou. Mag ik goeie, blijf jullie hier maar. Ik zoek de andere wel. Hij moet een keer uit. Wie er ook kijkt, kom me alsjeblieft redden. Wie er ook in Meetix is, kom hier naartoe. Beuk die gasten kapot. I don't know. Die bezoeken ze wel. Please, red me, jongens. Meta. Pak Meta. Ik denk dat hij gewoon al op het vliegveld staat. Nou, die gaat niet meer verder, dus... I'll come and find you. Maar waar zijn jullie allemaal? Wij staan bij jongens. HB. Vlakbij. Ik ben al bij de Groene Brug. Ik sta er nu bovenop te kijken. Ik ben achter in mijn auto. Ik sta bij HB met Chromo, dus... Ik heb echt uitzicht. Ik sta op de Groene Brug. Ik zie jullie staan toevallig. Ja, kijk maar, de Groene Brug. Als ik daar bovenop sta, kan ik jullie hier zien. Kasper. Ja, met snipers. Kasper, stap eens eventjes achterin ook in. Chromo, welke auto heb ik? Ja, zo achterin staan. Ja, en dan blijf daar maar even zitten. Dan is de enige kant waar hij uit kan stappen aan de rechterkant. Ja. Nou, hoe is het dan? Dan blijf ik maar lekker rustig. Dan ga ik misschien tegen jou. Hey, haal die hand van zijn schoot. Oh, hij zit... Ja, maar de auto doet het toch niet. Ja, waar ga je er nou uit? Toekomt, vraag nog mijn achterdeur. Zij kunnen hem nu niet meer repareren. Ik sta hier wel bij de voordeur. Dus weet je, hij zal de deur uit moeten. Microfoon activated. Heel mijn vering ingezakt. Ja, die heeft eens kapot. Waarom zegt hij ook niks meer? Een beetje bang. Nee, ik ga even wat doen. Ik ga vragen aan Johan of hij wil tellen. Meneer, wilt u even uit mijn auto gaan? Meneer, ik blijf zitten. Dit is niet uw eigendom. Wacht, ik zal even de politie bellen. Ja, dat lijkt me een goed idee. Wordt hij opgepaard voor autodiefstal? Oh, hier is jongens. Wat is dit nou? Jongens, ik ben er niet. Ik sta op de brug hoor. Ik sta echt op een brug. Ik sta bij de Maesbank sta ik. Jij bent dit wel. Ik sta bij de Maesbank. Ja. Nee. Ik snap dat het één keer heel succesvol ging, maar het trapte niet elke week in. Kijk, AMB. Kom op, Johan. De AMB. Ik weet niet of jij een AMB gebeld hebt. Ja, die heb ik ook gebeld. Maar ik sta al niet bij. Oh, ze staan hier voor je. Die achter je staan ze voor je. Ja, kijk, nou moet hij er zo uit. Goeiedag. Ik heb een melding gemaakt, maar er zit een of andere dikke vent in mijn auto. Die wil even niet uitstappen, dus ik heb de politie ook al geïnformeerd. Of jullie moeten hem eruit kunnen tillen. Kijk, die VW-bus, die kan niet help! Gepakt worden. Help! Meneer, help! Kijk, hier, er zit een dikke vent in mijn Subaru. Die hebben helemaal aan gort gereden. Ja, meneer, help! Bel de politie! Ze bedreigen mij! Meneer de agent, of nee, meneer de AWB, help! Ze proberen mij te bedreigen! Nou, die meneer... Ze hebben mij klem gereden! Nou, hij doet dan autodiefstal, die meneer die erin zit. Nee, ze hebben mij klem gereden. Bel de politie, alsjeblieft, snel! Ik heb de politie gebeld. Ik ben bang! Ik ben echt heel bang. Je hebt bewijs dat dit jouw auto is. Meneer, ik ben echt heel bang, mevrouw. Kan u alsjeblieft de politie bellen? Meneer, als dit uw auto is, wilt u hem dan op slot zetten? Nee, dat kan niet, want die hebben ze gestolen, mijn sleutel net. Ik kan hem alleen op slot zetten, mevrouw. Hier. Nee, echt maar, bel de politie. Dus, nee, u bent de eigenaar niet. Ja, mevrouw, als ik eruit stap, slaan ze me in elkaar. Ja, dat is je eigen schuld. Dat is echt waar, mevrouw, alstublieft. Je doet een auto. Nee, ga niet weg, alstublieft. Nee. Mevrouw, ik meen het. Je doet een auto. Kunnen er twee man achterin stappen? Bel alstublieft de politie. Bert, als jij instapt, ik blijf je wel staan. Als ze slaan me kapot. Er moet nog iemand achterin stappen, ja. En als het goed is, kan er nou iemand... Meneer de agent, help! We staan naast de politiebureau, kom op. Kan iemand de politie erbij halen? Mevrouw, alsjeblieft, help me nou. Ah, waarom kan ik niet instappen? Nee, maar mevrouw, kom op, help me nou. Ja, ik denk dat hij een beetje... Ik word bedreigd! Mevrouw, ik word echt bedreigd! Je doet een autodiefstal, dus... Ze willen mij in elkaar slaan! Alleen omdat ik dik ben! Ik wil gewoon dat je dit voertuig verlaat. Mevrouw, als ik een voertuig verlaat, slaan ze mij in elkaar! Als u dit voertuig niet verlaat, ga ik een backup maken bij de politie. Ja, alstublieft, bel de politie, snel! En dan zijn ze er zo. Ja, dat zou fantastisch zijn. Maar dan ga je de bak in voor autodiefstal. Ja, dat moet dan maar. Oké, prima. Nou, was het
Nou, dit is echt geen pretje hoor. Ik word bedreigd al de hele avond. Nou, dat is ook weer niet. Ik wilde gewoon even een Mackie scoren. En toen kwam dit schoor hem achter me aangerend. Dat hoeft niet hard opgezegd te worden, hè? Nee. Hey, jullie mogen niet praten zo! Ik kan zijn ID-naam niet oppikken, want die is iedere keer probeert dood te rijden. Ach, ja, dan ga je de bak in. Ach, ja. Politie. Hey, Brendus is unmute is! Politie. Hey joh, Brendus kan er niet. Oh, er komt nog meer AWB bij. Oh, hey. Help! Kan er iemand aan mijn backup komen, alsjeblieft? Deze jongens willen mij in elkaar slaan! Dat ze er niet uit wil. Oh. Nee, serieus jongens, echt. Jullie moeten me serieus nemen. Nee, je bent Sjaken. Nee, wacht, jullie moeten me serieus nemen. Nee, je bent Sjaken. Je bent Sjaken. Je hebt jezelf aan de nesten gewerkt. Nee, maar... Ga een backup maken. Jongens, wat? Ze pesten mij! Ja, we zijn allemaal een hand, meneer. Vertel maar. Ik wil politie spreken. Meneer Jezus Willebrand. Deze jongens willen mij in elkaar slaan. Nee, dat is niet Jan. Dat is niet de bedoeling. Hij Jan, mijn auto. Ik was mijn auto. Hij zei zacht op sturen. Hij Jan. Misschien ook een auto. Ik zet hem gewoon op zolder van slot. Nou, ik zou... Oh shit. Ik wil wel uitstappen, maar dan wil ik in de ANWB-bus stappen. En dan moeten deze drie jongens hier weg, of vier. Nee. Kijk, ze willen hem in elkaar slaan! Zie! Ze willen hem in elkaar slaan! Ik zei het toch, ze willen hem in elkaar slaan! Nee, je komt er nou niet mee weg. Ze moeten nu aan de kant ietsjes, dat ik in de ANWB-bus kan zitten. Nee, dit wordt nou opgelost met de politie. Kijk, zie. Nou, ik ben even in de politiebochto. Backup is al aangevraagd bij de politie. Nou, wacht op de politie. Jij wilt graag jatten, dan gaan we dit oplossen. Ik jat niks, meneer. Deze auto is kapot. Ik ben hierin gaan zitten omdat jullie met elkaar wilden slaan. Nee, dat is helemaal niet waar. Iemand en die wil politie hebben. Oh, man. Jij stapt in mijn auto. Jawel, jullie willen mij in elkaar slaan. Jullie zijn verschrikkelijke mensen. Ja, en nu mijn vette spekreet erin heeft gezeten, is die nog meer geld waard. Dus je hebt hem wel gejat, wil je nou? Laat mij rustig zitten in die ANWB-bus. Nee, dat kan niet, mevrouw, want dan gaan ze mij in elkaar slaan. En als ik drie klappen op mijn gezicht krijg, ben ik dood. Tuurlijk niet. Ja, daar kan ik ook niks van doen, maar wij willen ik ben hooggevoelig. Dus ik wil dat u er nu uitgaat. Mevrouw, ze heeft dezelfde toon als mijn vrouw. En daar kan ik heel goed tegen. Ik blijf zitten. Ik heb wel dank voor u. Nee, mevrouw, ik wacht op de politie. Ik heb recht op de politie. Daar heeft hij wel. Ik voel me bedreigd. Ja, eigenlijk wel. Daarom beschermt je wel. Sorry mevrouw, u mag natuurlijk ook gewoon uw werk gaan doen bij een andere auto, hè? U hoeft niet te blijven... Ah, daar is die! Wij beschermen jou wel, meneer. Wacht gewoon op de agent. Meneer, wij vangen alle kogels voor jou. Ja. Ik heb toch niks beters te doen, nou. Ja, als we kogels meneer agent, ik heb deze auto gestolen, u moet mij direct in de boeien slaan. Deze jongens willen mij in elkaar slaan. Goedenavond. Ik heb wapens op zak. Meneer, en ik wil gaan schieten. Mijn auto gejat. Nee, wapens op zak. Ja, ik heb wapens op zak. Ik wil direct aangehouden worden en in de politieauto gezet worden. Want deze jongens willen mij in elkaar slaan. En als dat gebeurt, ga ik schieten. Ja, dat snap ik zo. Oké, waar liggen uw wapens? In mijn broekzak. Oké, kunt u die even overhandigen aan mij dan? Als ik nu uitstap, word ik in elkaar geslagen en dan ben ik direct dood. Nee, dat hoeft niet. Want je kan hem overhandigen door je... Vier kom al, gebroken ramen die je hebt. Alsjeblieft, hier heeft u ze. Vier gebroken ramen. Dan pak ik even je wapen, oké? Ja. Oké, wacht. Ik doe de taser weg. Ja. Oké, waar hebben we mijn vinger? Ja. Oké. En dit is uw voertuig, zegt u? Nee, deze heb ik gepakt, want die stond hier. Want die jongens willen mij in elkaar slaan. Okay, u moet mij aanhouden en naar de gevangenis brengen. Die heeft hij gepakt. Zodra u mij één keer hier neerzet, slaan ze mij in elkaar. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Luister. Even één keer gelijk. Kunnen de ANWB'ers even een handen maar doen? Want ik houd niemand gijzel. Er zijn geen wapens getrokken. Nou, ik totdat die RSS er meteen uitstapt. Ik heb een wapen gehaald. Nee, ja, het wapen is nu voor mij, dus dat is in veiligheid. Oké, even kijken. U mag gerust uit het voertuig stappen, ik ben hier nee, voor veiligheid. Nee, dan word ik in elkaar geslagen. Nee, want ik, nogmaals, je luistert niet wat ik zeg. Ik ben hier voor veiligheid. Al beginnen dan moeten deze heren met die stropdas weg, want die bedreigen mij.
Hij wil mij neersteken. Ik ga je nu een bal geven om uit het voertuig te stappen. Stel me voor. Je moet mij uit het voertuig trekken. Kunnen wij een beetje assistentie krijgen hier? Ook een beetje. Ja, dat is goed, want die mensen gaan mij in elkaar slaan. Bij het HB staan wij. Hij staat vlakbij, achter u te praten. Hij zit al een backup te roepen. Ja, u moet mij eruit halen, in de boeien slaan en in de politieauto zetten. Is het voertuig open, meneer? Ja, ik word 3 keer geslagen door die jongens. Okay, hij staat gewoon naast u, hij is levensgevaarlijk. Trek en haal ik je eruit. U moet mij in de auto stoppen, als ik geslagen word, dan ben ik dood. Nee, je wordt niet geslagen nog. Ja, ik word agenten om je heen. U wordt helemaal niet geslagen. Die man met die stropdas wil mij slaan. Die man met die zwarte pet wil mij slaan. Die man op die motor wil mij slaan. En die man met dat rare sjaaltje. Hey, dit is mijn voertuig, mijn privéterrein. Ik heb hier zelf de bepaalde lange kataal. Lijf, kijk! Stoppen nu! Handen laten zien, meneer, handen laten zien of gaat getaserd worden. Stoppen. U heeft niet mijn veiligheid gewaarborgd! Stoppen. Doe die politieauto open! Nee, ik zei toch dat ze gevaarlijk waren? Die mannen hebben mij in elkaar geslagen, ik zei het je. Rustig aan, waar ben je geslagen? Ik ben nou af. Heb je geen medische hulp nodig? Nee. Ik heb medische hulp nodig, meneer? Nee, meneer, heb ik niet. Loop even. Oké, dus je hebt geen verwondingen. Ja, ik heb wel pijn aan mijn hoofd nu. U zei dat, u mij, dat ze mij niet gingen slaan. Ga maar even zitten. Holy shit, man. Twee seconden. Wat is het maar? Blijf maar even zitten. Ja, ik blijf zitten. Nee, ik zie alleen maar zorgen. Oké, op een schaal van 1 tot 10. Hoe erg last heb je van je hoofd? Nou, het gaat wel weer. Is het, ben je gewoon van de schrik dat je last hebt van je hoofd? Ja, het gaat kan wel weer. Kan ik je even zitten mol meegeven? Ja, doe maar. Oké, ik geef er 2, hè? Ja, ik zei toch dat die jongens mij in elkaar wilden slaan? Ja, 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 ik zie het. Aan, geven, nee, ik heb alles waargenomen. Nee, hoef geen drank. Nee, ik heb geen drank nodig. Ik heb een drankprobleem gehad. Ik ben er net vanaf een week. Nou ja, vanmiddag voor de laatst. Nee, ik hoor jullie. Ik wil dat het stemmen. Oké, jullie zijn niet heel veel zelfdiscipline dan. Nee, nee, ik ben ook weer begonnen met roken gisteren. Ja, ik was 2 dagen gestopt hoor. Paul. Nou, ik goed. Heb een stopkomp in mijn home. Oh. Okay. Nou, u kunt er weer vandoor, hè? Ja. Maar gaat alles een beetje goed nog? Nou ja, weet je, het is als die jongens maar gewoon een keer aangehouden worden, want vreselijk. Ja, 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 ja. Maar meld kijk, het ik heb natuurlijk. Dan dat je in iemand anders auto's gaat zitten. Ja, maar ik moest wel. Die jongens hebben mij gepakt en in een auto gestopt. Toen ben ik voorin gaan zitten. Moet je gewoon de politie bellen? Ja, die jongen heeft elkaar bedreigd. En gewoon puur om mijn gewicht, hè? Dat is het allerergste. Oké, kan je even noemen wie jou heeft bedreigd? Deze man hier met die stropdas. Dat is de auto-eigenaar, die is het meest erg. Wat heb ik gedaan? Ik wil me graag even. Nou, je mag sowieso aangifte doen, maar dat moet even op het bureau. Want alles wat je nu vertelt, dat heb ik niet waargenomen. Wat ik heb waargenomen is dat deze persoon nu links opeens in mij en u. En die. Ja, dus die wordt wel aangehouden, die man? Ja, die neem ik mee zometeen. Maar hij sloeg niet ook. Waargenomen. Ja, daar heb je zo naar je de klap gehad. Dan moet je aangifte doen, want het bureau is hier tegenover. Kun je aangifte doen. Meneer, en dat zal onderzoek worden. Die gele man die heeft net op mijn neus geslagen. Ik vind het niet leuk. Oké, okay, dan mag u niet, ook aangifte doen op het bureau, oké? Okay? Want dat heb ik zelf ook niet waargenomen. Oké, okay, is het geregeld? Ja, het is goed zo, meneer de agent. Meneer, is er nou eindelijk ambu? Oh, ik voel me niet meer goed. Ja, wat? Okay, nou, dan ga ik een paracetamolletje klappen. Jongens! Oké. AWB ja, toch! Kun je die AWB er even jongen? AWB voor de win, bedankt voor de hulp. Waar is die vrouw nou? Ja, ga maar met die meneer mee. Oké, u mag weg, hè? Ja, bedankt. Dan ga ik maar. Ja, ga maar. Ik ga vrienden zoeken. Tot ziens. Aangifte is daar rechts. U gaat vrienden zoeken, oké. Tja, die moest er even. Hallo. Au. Meneer, hij slaat me gewoon weer. Wie? En wordt hij niet aangehouden zeker? Ja, wie slaat hem? Nee, dat was gewoon die man met die witte vest hier.
Yo. Oh. Wij willen alleen naar vriendschap. Nee, dit kan toch niet, jongens? Blijf staan. Slap even uit. Dit is toch onbegrijpelijk? Hallo. Meneer, moet u gewoon niet meer doen, hè? Van mijn auto afblijven. U moet niet gaan lopen jatten hier. Dat is allemaal onnodig. Ja. Meneer, ik heb geen auto gejat. Ik zat achter in uw auto. Toen ben ik voorin gaan stappen omdat jullie met mijn kamer willen slaan. Nee, u stapte daar in mijn auto voorin. U pakte de sleutels van de bijrijdersstoel. Ik heb een bodycam om, meneer. Nee, u jatte hem gewoon, meneer. Ja, nee. U pakte hem daar al weg zo. En toen reed hij u bent een vreselijk persoon. Maar nu is mijn collega... Is die nou al bij het vliegveld? Nee, jouw collega die staat hier. Meneer, ik voel me niet... Techno, wat heb jij gedaan? Ik heb gewonnen. Ja! High five! Oh shit, sorry. Maar deze hier heeft niet gewonnen. Nou, dankjewel. Ik heb niet gewonnen? Ja, weet je wat het is, jongens? Mijn conditie was gewoon niet top. Nee, dat is te zien. Hé, hallo. Zit je me weer te beledigen? Hij gaat hier een heel misdrijf plegen. Nu stoppen. Hij zit me weer te beledigen. Allemaal stoppen hier. Hou nou eens op. We hebben jou nog niet beledigd. Meneer, even serieus. Vindt u mij dik? Ik vraag mij bij één ding af. Nee hoor. Nee, kijk, zie. Polities liegen altijd. Dit is het bewijs. Een beetje ruim opgezet. Ja. Ruim opgezet? Paul is gewoon een speciaal geval. Ik ben speciaal. Kun je mijn smetplek even tussen mijn pens wegtrekken? Ik heb een smetplek. Wie wordt er van ons nou aangehouden? Collega, heeft iemand een schot op dit hoofd? Niemand. Er wordt volgens mij niemand aangehouden. Niemand. Ja, we hopen dadelijk een beetje op de dikke, maar dat gebeurt niks. Ja, er zit niet in auto nu. Hoort u niet? Waarschijnlijk wel. Nou jongens, let's get in the car. Ja, Dom die zit achterin. Dom die wordt wel aangehouden. Ja, en terecht. Ja. Beetje mij in elkaar slaan. Ja, mij in elkaar slaan. Geen idee van wie die nou precies. Dom, lekker bezig, jongen. Maar goed, nou, even kijken. De agent, dat is niet goed dan dat hij... Nee, je moet ook nooit een keer bezig, jongen. Luister, het probleem was dat hij uw auto niet heeft. Nu heeft hij auto, hij is zelfs gemaakt. U heeft al uw ruiten nog. Ik weet niet waarom u niet. Ja, ik heb ervoor moeten betalen natuurlijk. Ja, maar dan kunt u er vandoor, hè? Ja, ik kan er vandoor. Nou, dan ga ik wel mee. Is goed. Nee. U stapt maar in een andere taxi. Ja. Wat is dit nou weer? Net moest ik mee en nou mag ik niet meer mee. Nee, eerst in mijn auto rijden en dan gaat rijden en nou moet de PSV mee. Ik heb niet in uw auto gereden, meneer. Stapt u maar bij deze meneer in. Ja, dan doe ik dat. Meneer, kan ik achterop stappen bij u? Zouden mensen mee mogen nemen in de AWP-auto? Oeh, dat was wel krap. Ik denk dat het niet was, nee. Zo. Dit zit eigenlijk best lekker. Pas maar op dat je niet opvalt. Ho, meneer. Ho, niet te hard wiebelen. Rij even tegen die Subaru aan even. Zo, boem. Ja. Ja, oh, ja. Oké, nou Frits, laat me eens even zien wat je kan. Frits, kunnen jij wheelie? Ja, doe een wheelie, Frits. 1, 2. Harder. Ja, wat is dit nou? Dit is toch geen wheelie, Frits? Wat heb je voor trekkerband voorop zitten, trouwens? Zo, ja, dat is wel makkelijk, hè, met contragewicht een beetje wheelies doen, Frits. Ja, maar ik zit de hele tijd in TS naar je te lullen. Oh. Bedankt allemaal voor het kijken. Vergeet niet te abonneren natuurlijk als je het leuk vond en het duimpje omhoog te doen. Als je merchandise wil, link daarvan staat in de beschrijving. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Yo.